angst is helemaal niet zo erg. Het kan je voorbereiden op dreigend gevaar. Maar als angst je leven gaat beheersen, dan kan je in constante paniek verkeren. Maar hoe kom je nou van die angst af? Het is een fabel. Ik vind het meer een fabel. Angst heeft zijn nut. Mensen kunnen ook een fobie hebben voor iets. Ik denk niet dat het een zwakte is. Volgens mij een feit. Het is een fabel. Ik denk iedereen is wel eens bang in zijn leven. Dan ben je niet genoeg zeker van jezelf. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ik was namelijk op zoek naar een angstexpert en ik kwam eigenlijk bij jullie terecht. Want wat voor problemen behandelen jullie precies? Nou, bij Mental Beter behandelen we eigenlijk tal van psychische klachten. Onder andere depressiviteit, mensen met angst, maar ook trauma, ADHD bij volwassenen. Al dat soort psychische klachten behandelen we hier. Maar ik begrijp dat jij op zoek bent naar iemand die angst kan behandelen. Precies. Die hebben we hier. En ik neem jou graag mee naar een van onze experts die daar nu mee bezig is op dit moment. Maar dan moeten we wel eerst even met de lift mee. En ik weet dat jij daar niet zo dol op bent. Geen probleem. Gaan we nou, doen. Kom op, ga mee. Wat voor behandeling hebben jullie hier eigenlijk allemaal? We behandelen de meeste mensen met cognitieve gedragstherapie. Ja. Maar we behandelen ook mensen met trauma, bijvoorbeeld met EMDR. En daarnaast... Ik ga er rap uit, hè? Ik zie het. En soms zijn er medicijnen nodig en dan is er meestal de psychiater bij betrokken. Ja. Dus eigenlijk tal van verschillende behandelvormen. En die worden hier allemaal gegeven. Dus jullie hebben echt alles in één? Ja, verschillende therapeuten hier werken, psychologen, psychotherapeuten en psychiater. En op dit moment is een van onze therapeuten bezig met een behandeling met iemand met angstklachten. Iemand van de ADF-stichting. Dat is een patiëntenvereniging met wie wij nou samenwerken. En die kan je ook veel vertellen hoe het is om het mee te maken. Zal ik jou meenemen? Ja, graag. Kom maar mee. Hi, mag ik even storen? Aukje, dit is Mirjam. Dag, Mirjam. Hoi, Aukje. Hallo, welkom. Dankjewel. Succes. Aukje, leuk dat je erbij bent, maar als je het goed vindt, dan maken we deze sessie nog even af. Maaike, we zijn dus net bezig geweest met het maken van een uitdaging. Naar aanleiding van het feit dat jij je heel angstig voelt als je over de markt loopt, omdat je misselijk wordt. En dan denkt dat je zult moeten gaan overgeven. Dus het zou kunnen zijn dat die misselijkheid samenhangt met de spanning en niet met het feit dat je gaat overgeven. Hoe zou je er nou achter kunnen komen welke van die twee gedachten het meest waar is? Ja, ik denk dat er niks anders op zit dan dat ik naar die markt ga. Oké, en zie je dat zitten? Ja, ik wil eraf, dus daar moet je wat voor doen. Prima, dan gaan wij samen zo'n experiment voorbereiden. Oké. Mag ik jou nog een paar vragen stellen? Ja, natuurlijk. Waar komt angst precies vandaan? Nou, angst is eigenlijk een hele natuurlijke reactie op een situatie waarin je je bedreigd voelt. Waar ligt dan precies de grens tussen gezonde angst en een angststoornis? Als het gevaar overschat wordt en eigenlijk irreëel is. En iemand die raakt door zijn angstklachten heel erg gehinderd in zijn functioneren. Dan spreken we van een angststoornis. Maaike, wanneer wist jij dat je over die grens heen was gegaan? Dat je wist dat het geen normale angst was, maar echt een angststoornis? Dat kwam eigenlijk toen ik heel veel gehinderd werd. Dat ik smoesjes ging verzinnen om maar dingen niet te hoeven doen. Het klinkt misschien heel onaardig, maar komt dit alleen bij zwakke mensen voor? Of in ieder geval mensen die er gevoelig voor zijn? Nee, dat kan echt iedereen overkomen. Het is zelfs zo dat 20% van de mensen ergens in zijn leven een angststoornis doormaakt. En werken aan je angst in therapie, dat vraagt juist heel veel moed. Angst is een gezonde emotie en het kan ons voorbereiden op dreigend gevaar. Maar gaat angst nou je leven beheersen, dan is het tijd om hulp te zoeken. Een angststoornis geeft je serieuze klachten en het is absoluut geen aanstellerij. Het is ook zeker geen teken van zwakte. Een fabel dus.